In 1947 wordt in de Amsterdamse wijk Betondorp een talentje geboren: Hendrik Johannes Kruijf. Die kleine Kruijf is handig met de bal en mag op zijn zesde al mee trainen met Ajax. Elf jaar later debuteert hij in het eerste en scoort ook gelijk zijn eerste. Het is een droom wie uitkomt. Met Ajax wint Kruijf drie keer achter elkaar de Europa. Hij beheerst de kunst om binnen een versnelling te versnellen. Zijn achtervolgers zien dan alleen nog maar vaag zijn rug nummer 14. In de verte verdwijnen. Van Ajax verhuist hij naar Barcelona. Daar wordt Cruijff de lieveling van de Catalanen en krijgt hij de bijnaam De Verlosser. Ondertussen wordt hij zelf van zijn geld verlost, waardoor hij naar Amerika moet om wat extra ballen te scoren. Hij keert nog even terug bij Ajax, maar verhuist door om ook nog even Feyenoord kampioen te maken. Toch aardig van die ras Amsterdammer. Na zijn spelerscarrière krijgt Cruijff zijn trainersdiploma en hij scoort nog wat kampioenschappen bij Barça. Als analist verrijkt hij de Nederlandse taal met allerlei diepe inzichten. En ook legt hij een flink aantal kruifkoorts neer. Waar kleine kruifjes het voetbalspel leren zodat ze later misschien wel de Johan Kruifschaal winnen in de Johan Cruijff Arena. Want je moet schieten, anders kan je niet scoren.